naar voren laten komen? Nee, ik heb niet zozeer naar de vrouw gedacht. Ik heb gewoon zeg maar een emotie vertaald naar de werkelijkheid. En welke emotie dan? Openheid, transparantie, oprechtheid. Ga ze maar even doen. Ja, nou, dat is heel goed gelukt. Ja, dat is echt prachtig. Ik zou ze graag aanbieden. Ja. Oké, dank u wel. Heb je vanochtend nagedacht wat je aandeed voor jurk? Ja, daar hebben we over nagedacht en we hebben het ook overlegd. Oh, vertel eens. Niet vanmorgen, al de hele week. Ja, want hoe gaat dat dan tussen jullie? Nou, dan wil ik graag dat Elke er netjes uitziet, want dat ziet ze niet zo vaak. Oh, is dat zo? Nou, het is maar wat je onder netjes verstaat. Ja. Maar dan dachten we hebben toevallig onze... We hebben toevallig deze jurk allebei. Van en hij is van L'Adres. Maar is het eenzelfde jurk dan? Ja. Dat is heel cool. Mijn haar is donkerblauw. Hetzelfde jurk, het zwart en donkerblauw. Dat is wel heel gaaf. Ja, en blauw en zwart. Af, ziet. Dus we lijken heel... En hij kleedt lekker af, dus we lijken heel slang. Ja, te gek. Maar dus jullie zijn nu echt een team in deze jurk. Ja, dat is voor de team spirit. Nou, we hebben nog een medewerker, maar die is nu net weg en die had er ook één aan. Dus we waren met z'n drietjes. In de serieus, jullie alle drie dezelfde jurk aan? Ik denk nu wel. Maar vertel eens het in. Ja. Volgens mij heb ik een L, maar geeft niks hoor. Ja, nee, oké, maar het lijkt eigenlijk wel alsof jullie of dezelfde maat hebben. Ja. Hoe gaat het met de business? Verdien je nog genoeg om jurk te kopen? Nou, dat niet. Nee. De schrijverij is natuurlijk wel moeilijk. De tarieven lopen terug en de betalingstermijnen lopen op. Dus dat is af en toe wel moeizaam. Ik vind het ook wel een leuke vraag, want je hebt natuurlijk nooit jurken genoeg eigenlijk. Dus ja, zo kan het ook. Dus we verdienen er echt nooit genoeg van. Zoals je kleed, zo voel je. Of je kleed je naar je zoals je voelt. Dus als je goed voelt en je doet een mooie jurk aan, dan versterkt dat. En een mooie jurk helpt bij alles. Ook bij slecht humeur, liefdesverdriet, stress. Juist dan. Dus always dress to impress. Peren. Kijk, nu zie je mijn bloem wel? Ja. Een bloem erop. Ja. Dat heb je mijn schoenen wel erop nu? Shit, fuck op man. Je moet wel mijn schoenen erop, hè? Ik ga jou er nog even op zetten. Dit is de fotograaf. Doe eens je intelligente blik. Dames en heren, jongens en meisjes en iedereen die daar niet onder valt. Zoals dwergen, hobbits, elfen, niet te vergeten, feeën. Dit was de samenvatting van de maand februari 2015. Dank u wel voor het kijken. Ik hoop dat u genoten hebt. Dit was de maand van Jurken van Maria. Hele fijne dag verder nog. Mocht je twijfelen tussen een spijkerbroek of een jurk, trek een jurk aan. Doei!